Op de Gerardsbergse Steenweg in Voorde, ter hoogte van de Lepelstraat, is zondagochtend rond 6 uur een auto uit de bocht gegaan. Het voertuig kwam wat verder tot stilstand tegen een verlichtingspaal. Tijdens zijn tocht ramde hij ook zijdelings de gevel van een woning, enkele signalisatiepaaltjes en een geparkeerd voertuig. Voor de buurtbewoners in de omgeving was het serieus krikken. Vermoedelijk dommelde de chauffeur van de wagen in achter zijn stuur. Zaterdag 21 november vanaf 14 uur Benefiet Hartje voor Schout met optredens van Nicky Jones, Luke Jones, Fred Ted en de Swinging Table Boys en andere artiesten en ook een optreden van Christophe. Benefietactie gaat door Dreefstraat 3133, ingang basisschool De Chameleon in Ninove. Ninove Media is het regionale nieuwsmedium voor Ninove en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Ninove en de Denderstreek op ninovemedia@telenet.be of 0495 69 32 72.